Geef lijnbus 13 terug aan Klarendal. Dat is wat Henny Noord zei woensdagochtend namens de bewoners aan provincie Gelderland vraagt. Zodat bewoners, maar de ouderen en de mensen met een beperking, fysieke beperking, niet geïsoleerd raken. De perspectief van we willen naar de stad of we willen een familiebezoek, dat is het dan niet. En ook andersom, familie kan, de oudere mensen kunnen hen ook niet bezoeken. We zouden graag weer willen reizen. 510 handtekeningen uit de wijk zetten het verhaal kracht bij. Aanwezige partijleden zijn positief. Ik zou haar pleidooi wel willen ondersteunen dat die bereikbaarheid van die wijk goed gegarandeerd moet zijn. Dit soort beslissingen worden genomen in het kader van het vervoersplan. Maar in dat vervoersplan staat ook uitdrukkelijk dat voor alle inwoners van Gelderland en dus ook voor de inwoners van Klarendal geldt dat ze op een fatsoenlijke manier van A naar B moeten kunnen komen. En zeker als het gaat om de bereikbaarheid van het ziekenhuis Rijnstaat. Maar volgens VVD Gelderland en Breng, de betrokken vervoersmaatschappij, wordt die bus zo vaak niet gebruikt door ouderen. Natuurlijk mogen die cijfers ook meegewogen worden. Maar ook als het om 6 of 7% ouderen gaat, vind ik dat het belangrijk is. Als je geen auto hebt, slechte been bent, op een normale manier van huis naar het ziekenhuis en terug moeten kunnen komen. Ik wil heel graag dat we het samen gaan doen, hè, met de vervoersmaatschappij, met de burgers van Arnhem, maar ook de Gelderlanders en de provincie. Hoe kunnen we het OV weer aantrekkelijk maken en veiliger? Daar gaat het ook om.